Ik ben Hilly Arduin en ik heb hier twee boeken op mijn schoot liggen. Hoe duur was de suiker? En wij slaven van Suriname. Hoe duur was de suiker is een hertaalboek van Cynthia McCloud. Die heel veel heeft gedaan om de geschiedenis van Suriname in verhalen te beschrijven. En ik heb Wij slaven van Suriname van Anton de Kom. Het geeft aan hoe de slaven hebben geleefd. Dit boek, Hoe duur was de suiker, is een verhaal. Terwijl Wij slaven van Suriname eigenlijk een beschrijving is van verschillende zaken rondom slaven tot slaafgemaakte in Suriname. Bijvoorbeeld over de slavenmarkt, over de plantage, over de slavinnen, de meesters, de slaven en de marons. En het geeft gewoon een beschrijving van verschillende items die met de slavernij in Suriname te maken hebben. Dit boek, Hoe duur was de suiker, geeft eigenlijk de geschiedenis weer van de plantage. Hoe men op de plantage leefde, wat de status was van de slaveneigenaar, zijn vrouw en de status van de slaven, de huid van de slaven die belangrijk was, de kleur van de huid van de slaven. Als je lichtgetinte slaven had, dan wist je dat het een kind was van een masra of van een basha, van een opzichter. Ik bedoel, dat kon je niet onder stoel of banken schuiven. De taal die gebruikt wordt in die boeken is zo makkelijk. Tenminste voor mensen die niet graag lezen of die niet veel lezen of die moeilijk lezen. Waardoor je makkelijker door de stof heen komt en wil gaan lezen. En als ik dus naar hoe duur is de suiker. Het is zo mooi beschreven. Het is echt een mooi verhaal. Waardoor je graag de volgende bladzijde wil lezen en de bladzijde daarna. En dat vind ik de kracht van het hertalen van boeken. En je hoopt, natuurlijk ook de lettertype, hè? Het zijn grotere letters. En je hoopt dat als mensen hier het plezier van vinden om te lezen, dat ze dan ook naar andere boeken gaan grijpen. En denken van, hé, het is best leuk.